Je zei net, ik deed wel mee aan Temptation Island Vis, maar dat maakt me geen slet. Nee, vind ik niet. Want ik heb me netjes gedragen. Je rol was letterlijk verleider. Ja. Je liep zonder shirt rond op tv. Dat doe ik overal. Ja, hey, Jay, zit je dan? Ik zit er. Hoe, even zien, jouw carrière. Temptation Island, verleider. Wanneer was je onbekend, wanneer was je bekend? Noem even. Ik ben vorig jaar, moet ik niet liggen, juni, ben ik begonnen met die Facebookpagina. En dat begon een beetje te lopen, maar Temptation was in april, volgens mij. Vanaf april is het echt helemaal ontploft, maar ik was daarvoor ook al een beetje bekend, gewoon in Limburg. Nog niet landelijk, maar Limburg wel. Als je bekend bent in Limburg, net alsof je niet bekend bent, eigenlijk. no shots at Ambo. Nee. Nu, het is best wel groot. Het gaat goed met je. Het gaat lekker, ik mag niet klagen. Nee. Ja, wat is de droom? De droom is even groot voor ons allemaal. Waar gaan we je zien over een jaar? Waar ga je me niet zien, kan je beter vragen. Nou, waar ga ik je niet zien? Bij de McDonald's aan bij de slag, McDonald's. Of de bij de McDonald's, Burger King, KFC. niet in ieder geval achter de toonbank, voor de toonbank wel. Ook geen haarnetje? Nah. Nee. Oké. Okay. We hebben Social Secrets opgedoken. We zijn gewoon helemaal door je tijdlijn heen gegaan. We hebben alles uitgekampt. Oh, en ik wil eigenlijk ergens bij beginnen wat er niet op stond. Namelijk het volgende. Wat er niet op stond? Er stond geen negatief nieuws op, bro. Natuurlijk niet. Ik haat negatief nieuws. Leg me even uit. Jezus. Ja, ik haat negativiteit. Ik kan niet omgaan met negativiteit. Gewoon niet eens een beetje. En ik stoot elke vorm van negativiteit, blok ik. Hoe blok je het? Door het niet te accepteren. Ik geef geen aandacht aan. Nul. Dus als er iets negatiefs op mijn pad komt, er kan af en toe wel iets negatiefs op mijn pad komen, maar dan kan je er altijd op een of andere manier positief op reageren. Geef even zo'n voorbeeld daarvan. Wat is de laatste keer dat er even iets bang negatief op je pad? Mijn saldo was laag, man. Eventjes. Hoe laag was je saldo? Hij stond in de min. Je stond in de min. En wanneer was dit? Ja, een tijdje terug. Maar wel toen je al op tv was geweest? Ja, maar er kwamen nog betalingen, die moesten nog binnenkomen, weet je wel. Wow, dus dan ben je enerzijds ben je gewoon miljoenen publiek, Temptation Island. Ja, maar ik stond echt in de min, hoor. En dan je bankrekening zeggen, was even low. En hoe kom je daar dan achter tijdens het pinnen? Nee, ik heb zo'n app toch gekeken. Zo. Ik zeg, hey, shit, in de man. Ik wou ergens naartoe gaan, ik wou gaan eten, maar ik kon niet. Nee, bro, het is gewoon honger. Ik stond in de man. Maar ik kreeg nog heel veel geld. Dus dan moet je op een gegeven moment gewoon zeggen van, oké, alles komt goed. Geld komt vanzelf en morgen als ik morgen opsta, dan heb ik mijn geld weer. Dus hey, ik over het negatieve blokkeren, ik zag ook geen negatieve comments. Hou je jezelf weg of doet je manager dat? Nee, je krijgt, ik heb sowieso wel negatieve comments. Dan moet je gewoon echt ver scrollen. Maar ze zijn er. Ze zijn er wel. Maar dan geef ik weinig aandacht aan, ja. Okay. Klopt. Volgende beeld wat ik je wil laten zien, let op. Oh, tijdje oh, terug shit, alweer dit, man. Hè? Dit is 2011 of zo. Als ik zo ook naast me kijk, zie ik, er zijn wel een paar kilo's bijgekomen. Ja, ik heb wel wat bijgegeten, ja. Je had dit lichaam, je wilde groter. Waarom? Mijn vader heeft eigenlijk altijd veel gesport en getraind. En dat is er bij mij een beetje zo ingerold. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon veel gaan eten en veel gaan trainen. En toen, nu ben je dit. Dat was nog klein hoor, dat is mijn eerste wedstrijd. Ja, maar toen had ik dat. Vind je het raar als ik dit eigenlijk helemaal niet mooi vind? Ik vind het heel. Het lijkt zo'n frikandel. Kijk, een frikandel? Ja. Ik weet niet welke frikandel jij eet, maar zo ziet de frikandel niet uit. Nee, maar weet je wat het is? Dit is ook maar. Dit is een momentopname. Hè? Ja. Zo, als je uitziet op een wedstrijd, zo zie je er normaal gesproken niet uit. Je gaat dan heel diep in dieet en je hebt helemaal geen vet meer. Dus je bent gewoon helemaal lichamelijk helemaal op. Dus dat is niet voor altijd. Oké, maar kun je chicks mee? Is dit op een goede Tinderfoto? No, deze is geen Tinderfoto. Nee. Deze moet je niet op Tinder zetten. Oké. Hey, dan nog iets wat in jouw carrière heel de tijd terugkomt. Het volgende. Je wil je echte naam niet weggeven. Oh, je bitch. Je doet het gewoon. Nee, maar het staat er niet. We hebben het geblurred. Oh, ik dacht echt dat je het deed. We hebben dus ergens een foto gevonden met jouw echte nee, naam. Nee, maar nu gaan mensen kijken. Gaan ze die foto zoeken. Wat Danny, verwijder die foto alsjeblieft van mijn Insta, deze. Wie is Danny? Danny is je Instagram man. Oké, ja. Maar ik zie je nu helemaal in paniek. Waarom? Weet je waarom? Ik had een winactie. Ik moest 10.000 abonnees hebben toen. En toen zou ik hem zeggen. Ik heb die inmiddels, maar... Wat is je echte naam? No, nog niet. Nee. Ik ging het toch proberen. Nee. Oké, nou, er komt een winactie. Ja, mensen gaan erachter komen wat je echte naam is. Ja, binnenkort. Ik weet nog steeds niet echt waarom, maar... Ik weet ook niet waarom, maar ja, iedereen noemt me de hele tijd Jay. En toen dacht ik van, hé, jullie noemen mij Jay, maar ik heet niet eens zo. Dacht van... We gaan naar het volgende beeld. Okay, dit is een oude. Oh, in die 2014 oude. Heb jij de top 10 relationship breakers gepost. Ja. Ik lees even voor. De eerste is mensen die een Instagram hebben. Heb jij. De tweede, sletten. Op zich was je verleider in Temptation Island. Wat ben ik een slet nu? De derde, sletten op Instagram. De vierde, liken van sletten's foto op Instagram. Wat is het hele anti-sletten ding? Leg me even uit. Ja, maar dat is toch, daar staat top 10 relationship breakers. Als je deze dingen doet, ja, dat zijn relatiebrekers.
Maar dat meen je toch niet? Ja, tuurlijk wel. Een meisje die Instagram heeft. Als jij. Oké, wacht even. Dus jij hebt een vriendin, hè? Doe eens. Oké, okay, oh, je hebt een vriendin. Perfect. Ja. Oké, okay, Instagram. Als je kijkt, okay. Voor Elfie, ik hou van je. Nah. Oké, okay, Instagram die hoort er niet bij. Sletten horen er sowieso bij. Sletten op Instagram horen er ook bij. Als jij een picture liked van een slet op Instagram, gaat jouw vriendin niet blij zijn, denk ik. Bro, ik heb jouw Instagram likes zitten bekijken vanmiddag. Ik weet niet of al die strandbikini-foto's, zeg maar, of dat... Maakt het je echt uit? Maakt het je echt zo uit? Ja, ik denk het wel. Als jij nu een foto like van een beetje lossere dame, zeg maar. Je dan... Van een goede vriendin van mij, kan, toch? Nee, geen goede vriendin. Gewoon, je kent haar niet. Ja? En je liked die. Kan je geen rare app krijgen op je telefoon? Ja, ik weet het niet, man. Ik hoop dat mijn vriendin gewoon andere vrouwen die er goed uitzien op een foto ook kan respecteren, toch? Ja, maar nee. Als je hem liked, je hoeft hem niet te liken. Je mag kijken, maar je moet niet liken. Voor wat like je? Ik denk dat we een beetje vastzitten in jouw idee over sletten hier, maar dat is goed. Je hoeft toch niet te liken? Nee, eerlijk. Ik weet niet, ik ken geen vrouw die dat goedkeurt. Maar je zei net, ik deed wel mee aan Temptation Island Vis, maar dat maakt me geen slet. Nee, vind ik niet, want ik heb me netjes gedragen. Je rol was letterlijk verleider. Ja. Je liep zonder shirt rond op tv. Dat doe ik overal. It's a bitch warm, Mexico. Waarom moet ik een shirt aan doen? Ben ik geen slet? Zo, maar ik probeer me gewoon een hokje te droppen hier, hè? Ben ik geen slet? En dan, iets wat totaal niet met sletten te maken heeft, jouw laatste videoclip, let op. Mama! Oh, wacht. Oh, eten! Ja. Hey, je hebt muziek uit. Ja, klopt, ja. Hoe gaat je muziekcarrière? Het gaat lekker. Ik mag echt niet klagen, nee. Ja, nu twee ik heb er nu twee uitgebracht. Ja, Trankje die is afgelopen week over de 200.000 streams op Spotify gegaan. En voor een eerste track lijkt me dat niet heel slecht. Dus ik ben blij, man. Ja. Ik ben blij. Heb je ook optredens al? Ja, best wel veel. I know, dit was fantastisch. Wil je nou meer van dit soort video's kijken, klik dan eventjes hier. En als je wil abonneren, zodat je niks meer mist van deze fantastische content, doe dan even daar abonneren. Hoe goed zijn wij in deze filmpjes maken? I know, niet normaal. Nou, doe nou even, dan hoef ik dit ook niet te vaak te doen. Nou, goed. Doe.